Want het werd helemaal overspoeld door die lulkoekerij over wie gaat Rutte opvolgen. Wat ik nou niet zo interessant vond. Het leek me dat ook dat deels al wel voorgekookt was. Ja, want ze zeiden want het hoofdbestuur was er heel snel bij om Jessil Gus in feite te zalven als zijn opvolger. Wat vind je van die keuze? Mijn indruk was dat er weinig anders voor handen was. En op zichzelf is natuurlijk, vind ik het een amusante keuze. Omdat ik vooral natuurlijk nieuwsgierig ben naar wat onze vriend Wilders hiervan vindt. Dat die omvolking al het niveau van het minister-presidentschap heeft bereikt. Dat is toch wel even... Wie had dat nou gedacht? Dat we een minister-president zou, als ze dat gaat worden, want dat weten we natuurlijk helemaal niet. Er kan wel allerlei gekkigheid gebeuren in de tussentijd. Maar dat we die krijgen die op 8-jarige leeftijd, begreep ik, hier naartoe is gekomen. In een bootje? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat zeiden ze erbij, maar dat is nog niet bewezen. Er zijn geen foto's van. Het schijnt een vliegtuig te zijn geweest, een bootje. Oké, dus dat hebben ze er een beetje bij bedacht. Ja, dat vertelde iemand mij gisteren. Maar ja, ze is met een bootje naar Turkije volgens mij gegaan, toch? Ja, haar ouders zijn Koerden. En ook actief geweest in de Koerdische beweging. Zij is dus gewoon een emigrant die minister-president wordt. In Nederland, in Amerika zou het niet kunnen. Dan moet je in Amerika geboren zijn om president te kunnen worden. Maar dat hoeft bij ons niet. Dat is toch wel mooi eigenlijk, hè? Je weet dat Kissinger ook dolgraag president had willen worden. Of die toch geworden was, dat weet ik niet. Maar ja, hij was in Erfurt geboren. Waar ik over een tegel ben gestruikeld. Maar dat is nou niet zo interessant natuurlijk. Ben benieuwd. Ja, kijk, ik heb er niks tegen. Een vrouw, eindelijk. Bovendien een vrouw met een interessante achtergrond. Dus ik vind het verder prima. Denk je dat ze het kan? Zij schijnt via de... Hoe is het ook weer? Via de SP, geloof ja, ik. Ja, ze is bij de SP begonnen, ja. Ze heeft een lange reis gemaakt langs de diverse politieke bewegingen in Nederland. En is bij de VVD uitgekomen. En heeft zich kennelijk ook op het punt van de beleid al een beetje warm gelopen door, strafbeleid te bepleiten. Maar ze was erg liberaal. Kijk, zodra VVD'ers zeggen wij zijn erg liberaal, geloof ik het al helemaal niet. Nooit. En hoe kijk je dan tegenaan dat het kabinet is valt over migratie? En vervolgens komt er dus bij de VVD een nieuwe kandidaat die mee gaat doen aan de verkiezingen. Als zij de lijsttrekker wordt, die dus ook een link heeft met migratie. Ja, dat is wel lollig natuurlijk, toch? Maar dat lijkt wel bedacht. Dat lijkt een soort van script wat je uitvoert. Nou, je moet het bedenken niet overdrijven, denk ik. Maar ze hadden het kabinet ook over andere dingen kunnen laten vallen. Over die stikstof toen met het CDA te heronderen. Dat hadden ze ook kunnen laten vallen. Het valt over een VVD-thema. Ja, en waarvan ze hopen dat ze de electoraal garen bij kunnen spinnen. Wat ik betwijfel. Ja, er is natuurlijk in Nederland een groep van personen. Wat ik zou zeggen, kijk naar Twitter. Die er vast van overtuigd is dat we hier overlopen worden door allerlei lieden met een andere kleur dan wij hebben. Zal ik maar even voor het gemak zeggen. Je weet trouwens, de oorspronkelijke bevolking van Nederland was het ook alweer 4.000-5.000 jaar geleden, was gewoon bruin. We zijn geleidelijk wit geworden. Dat is ook zoiets. De mensheid hangt van immigratie en emigratie aan elkaar. Dat is gewoon, het is nooit anders geweest. Er zijn al enorme bewegingen zijn dat in allerlei opzichten. Je houdt dat ook niet, uiteindelijk hou je dat ook niet tegen. Het hele idee sowieso, dat is natuurlijk, ik begrijp dat wel. Zeker over ouder wordende mensen is natuurlijk het centrale idee. Ze zijn verontrust door de veranderingen die zich in het maatschappelijk verkeer voltrekken. De historische veranderingen. Ze ergeren zich aan veel van die kleine dingetjes. Hè. Dat de digitale overheid onbereikbaar is, dat soort van dingetjes. En eigenlijk willen oudere mensen het liefst alles hetzelfde houden. Zoals het was, zo moet het blijven. Ja, dat is... sympathiek, begrijpelijk. Maar jammer genoeg is dat als je nou iets kunt zeggen over alles, een heel brede zin, het verandert permanent. Ook de oudjes veranderen, dat weten ze ook zelf. Niet waar, ze gaan steeds moeizamer lopen en dan tenslotte begrijpen ze ook niet meer de berichten op de diverse artikelen. En
Nou ja, tenslotte ga je dan dood. Vaak natuurlijk een zegen dat er een eind aan komt. Want stel voor dat je 200 wordt. Hè? Moet je je voorstellen dat je in 1823 geboren bent en dat je nu nog leeft. Dat moet... Dat is geestelijk niet meer te verwerken, in mijn idee. Je kunt dan altijd zelfmoord plegen, hè? Ja, dat kan. Maar dat blijkt toch een vrij lastige onderneming te zijn. Vandaar dat iedereen altijd geholpen wil worden bij de zelfmoord natuurlijk. Nou weet ik eigenlijk niet hoe... Ja, ik zit nu te denken, hoe zijn de Nederlandse zelfmoordcijfers? Die zijn volgens mij ook niet bijster hoog of zo. Niet iets speciaals van, oh jee, wat erg. Ja. Nee. Nou ja, wat ik altijd interessant vind bij al dit soort van dingen is dat er nooit over Europa gepraat wordt. Hoe staan we in Europa? Want dat het kabinet wat lekker over rechts gaat regeren, bestaat gedeeltelijk uit Europa-sceptici. Bij de VVD was dat al een hele vervelende gewoonte natuurlijk. Al is geloof ik Rutte wel een beetje bekeerd op dit punt. Maar goed, die verdwijnt nu. Maar als je met een hoop gedoogsteun van rechts wil, ja, dat zijn allemaal, dan moeten ze niks van de EU hebben. Die tast onze identiteit aan.